Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met deze toffe Volkswagen ID.3. Nu, dit is niet de allereerste Volkswagen die elektrisch is, want je hebt namelijk de Volkswagen e-Golf en de e-Up. Maar dit is wel de allereerste wagen die op het nieuwe MEB-platform gebouwd wordt. Dit platform is puur ontwikkeld voor de nieuwe elektrische modellen, met name deze ID-familie. Beginnende met deze ID.3, maar ook de ID.4 die op dit moment gepresenteerd is. Nu, deze wagens zijn toch wel zeer belangrijk, want ze worden op hetzelfde niveau gezet als bijvoorbeeld de eerste generatie van de Volkswagen Golf of zelfs de Volkswagen Kever. Een heel belangrijk product dus, maar het wekt toch wel wat vragen op. Nu, waarover ga ik het juist hebben vandaag? Het dagdagelijkse gebruik, wat met laden en het rijbereik van deze wagen natuurlijk, maar ook de gewone zaken zoals bijvoorbeeld het rijgedrag. Ik wens u alvast heel veel kijkplezier toe. Heeft u verdere vragen, mag u die steeds stellen in de commentsectie onderaan. En wil u natuurlijk meer video's van CarView bekijken, kan u steeds abonneren. Deze ID.3 is een feest van leuke designelementen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Het exterieurdesign, dat is natuurlijk heel smaakgebonden, maar ik persoonlijk kan hem echt wel smaken in dit leuke kleurtje. Heel wat leuke zaken en ook dat typische futuristische van een wagen die toch wel de toekomst moet inladen. Nu, binnenin vind je ook leuke zaken. Je hebt bijvoorbeeld de ID Light, een lichtstrip die over het hele dashboard doorloopt en die gaat reageren op de slimme spraakassistent, maar ook bijvoorbeeld op de rijmodus die je selecteert. Nu, je hebt twee verschillende rijstanden. Je hebt drive en brake. In de drive stand, dat is gewoon rijden, maar in die brake stand krijg je die typische one pedal drive, want los je het gas, dan gaat het dus automatisch regenereren. Nu, hoeveel hij regenereert, dat hangt natuurlijk een beetje af van hoeveel dat er nog in de batterij zit, maar je kan alles dus wel heel goed gaan doseren met die gaspedaal en zo krijg je dus die typische one pedal drive. Ik persoonlijk vind dit zeer aangenaam, alleen één dingetje had van mij nog wel gemogen, pedaltjes achter het stuurwiel om die regeneratie zelf wat minder of wat meer te maken. Maar los daarvan is het dus zeer aangenaam rijden. Het rijbereik van deze ID.3 hangt natuurlijk ook wel wat af van het weer. Als het koud is, zoals vandaag, ongeveer rond de 0 graden, dan gaat hij rond de 300 kilometer kunnen doen. Misschien iets meer. En daarbij is natuurlijk anticiperen heel belangrijk, zodat je heel wat batterij terug kunt recupereren. Op een goede zomerdag zal het meer richting de 400 kilometer zijn. Maar in beide gevallen is dat voor de meeste mensen echt wel voldoende voor de woon-werkafstand. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die elke dag meer dan 300 of 400 kilometer doen. Nu, het rijden op zich is enorm aangenaam. Het is een heel comfortabele auto. Je hebt totaal geen last van wind- of rolgeluid, want de geluidsdemping is enorm goed en natuurlijk die elektrische aandrijflijn is muisstil. Ook is de ophanging heel goed. Hij zweeft echt over de weg. Je hebt totaal geen last van de oneffenheden in het wegdek, zelfs met deze 19-inch wielen. En dat is dus echt wel heel goed. En de ophanging heeft ook nog een sportstand, maar daarover later meer. Nu, over het algemeen is dit een heel makkelijke wagen om te rijden. Je hebt een aangename zitpositie, een goed zicht rondom je heen en oké, die C-stijl is een beetje aan de dikke kant, maar ik persoonlijk heb daar nog geen hinder van ondervonden. Hij is ook uitgerust met heel wat veiligheids- en assistentiesystemen, zoals bijvoorbeeld adaptieve cruise control, blinde hoekdetectie, rijstrookassistent en nog veel meer. En je hebt ook de bekende Volkswagen Travel Assist, waarbij al die systemen dus nauw met elkaar samen gaan werken om zo dus een aangename en rustgevende rit te garanderen. En in het geval van die ID.3 gaat het ook heel goed anticiperen op het verkeer om zo dus terug wat batterij terug te winnen. Het rijden zit alvast zeer goed en iets wat deze ID.3 ook goed doet is leuk rijden, maar daarover dadelijk meer. De ID.3 in deze rijtest was uitgerust met de 204 pk sterke elektromotor. Deze levert een maximumvermogen van 310 Nm en zo gebeurt 0 naar 100 in een vlotte 7,3 seconden.
Verder heeft deze wagen een maximum topsnelheid van 160 km per uur en het feit dat de wagen achterwiel aangedreven is en dat de elektromotor onder de kofferbodem zit, zorgt uiteraard voor een goede gewichtsverdeling, wat natuurlijk de voordelen is van het rijgedrag. Verder heeft hij hierdoor ook een korte draaicirkel, wat uiteraard perfect is voor stadsverkeer. Binnen in deze ID.3 krijg je onmiddellijk het gevoel van ruimte en dat wordt natuurlijk mede gecreëerd door deze lage middentunnel. Hieronderin heb je echt een open gevoel, wat ik persoonlijk echt aangenaam vind. En doorheen de wagen heb je ook heel wat handige opbergvakken. Je hebt bijvoorbeeld grote vakken in de deur. Hier heb je ook nog een groot vak dat je kan gaan afschermen, met daarin ook nog twee USB-C poorten om bijvoorbeeld een smartphone op te laden. Daarvoor vind je ook nog een draadloos laadvlak met hier vooraan twee grote bekerhouders en nog een netje, zodat al je spullen makkelijk op te bergen zijn. Nu, het interieur op zich is degelijk, alles zit goed in elkaar, al zijn er hier en daar een paar schoonheidsfoutjes op het gebied van de gebruikte materialen. Maar los daarvan, een zeer aangename plek om te vertoeven. Nu, elektrische wagens worden heel vaak uitgerust met zetelverwarming en stuurwielverwarming. En dat is ook logisch, want het is makkelijker om een zetel op te warmen dan heel de wagen op te warmen. En zo, dus op het gebied van efficiëntie, is deze ID.3 daar ook op voorzien. Het infotainment systeem, dat ken ik persoonlijk al vanuit de Volkswagen Golf. Het is gebruiksvriendelijk, al mist het een paar fysieke knoppen die ik persoonlijk wel zou gebruiken. Maar los daarvan is het allemaal makkelijk. Uiteraard wen je daar ook heel snel aan. En het heeft ook draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Het gebruikt ook Car2X, waarbij de wagen gaat communiceren met andere Volkswagens om zo dus zwermtechnologie te krijgen. En zo kan je bijvoorbeeld makkelijk files vermijden. Nu, uiteraard heeft hij ook slimme zaken om te berekenen dat je op je locatie gaat geraken. Je kan ook bijvoorbeeld laadpalen gaan inprogrammeren. En zo is deze wagen dus echt helemaal voorzien op dat elektrische rijden. Nu, verder vind je doorheen de wagen ook leuke sfeerverlichting, leuke accentjes. Je hebt hier bijvoorbeeld ook die First Patch, omdat dit de First Edition is. En je kan ook verschillende leuke kleuren gaan nemen voor binnenin. Onze wagen heeft die leuke kleur aan de buitenkant, dus dit grijs misstaat naar mijn persoonlijke mening niet. En ik ben ook een zeer grote fan van die armsteun, want die kan je heel makkelijk gaan verstellen. En zo heb je ook een aangename zitpositie. Je merkt dat het allemaal toch wel een beetje anders is dan de conventionele Volkswagen. Je hebt ook een nieuw stuurwiel met touchknoppen, ook een beetje wennen, maar dat ben je heel snel gewoon. En je hebt hier ook een klein digitaal instrumentenpaneel waarop alle informatie duidelijk te zien is. Het bedienen van de versnellingspook, dat is hier bovenaan. Het doet een klein beetje denken aan de BMW i3. Maar los daarvan is het opnieuw een leuk design element. En daar zit deze wagen toch wel vol mee. Over het algemeen een zeer fijn interieur. Ook achterin zet het thema ruimte zich verder. De zetel voor me staat in mijn rijpositie en ik ben 1,80 meter groot. En zoals je kan zien heb ik meer dan voldoende benen en hoofdruimte om comfortabel plaats te nemen. Ik moet ook zeggen dat deze achterbank op zich heel aangenaam zit. Dus een comfortabele rit is verzekerd. Voor de persoon die hier in het midden mag plaatsnemen is het feit dat dit een elektrische wagen is ook een pluspunt. Want hier is geen middentunnel en zo is er voor die persoon ook wat meer ruimte. Nu, aan de passagiers is ook gedacht, achterin zijn twee USB-C poorten om bijvoorbeeld een smartphone of tablet op te laden. En in de zetels voor je zijn ook handige vakjes voorzien, opnieuw voor een smartphone, een tablet of iets anders. In het midden vind je hier ook nog een armsteun met bekerhouders. Alleen is er achterin wel een jammer puntje. In de uitvoering hoe wij hem vandaag rijden, zijn er achterin geen speakers voorzien. En dat vind ik persoonlijk toch wel een jammere zaak. Los daarvan, een aangename rit verzekerd. En voor de kindjes zijn er uiteraard ook Isofix-punten voor kinderzitjes voorzien. Deze Volkswagen ID.3 heeft een kofferinhoud van 385 liter. En dat is voor het dagelijkse gebruik echt wel voldoende. De kofferruimte op zich is ook mooi recht, zodat je al die ruimte dus heel goed kan gaan benutten. En moet je grotere objecten vervoeren, kan je ook de achterbank neervouwen om zo een totale inhoud te verkrijgen van 1287 liter. Nu, dat is toch wel heel wat voor een wagen van dit formaat. Maar helaas is er wel geen vlak laadbed en is er een kleine laadlip, wat het in- en uitladen van die grote objecten iets moeilijker maakt. Nu, los daarvan is dit dus echt wel een zeer gebruiksvriendelijke auto. Onder de kofferbodem heb je ook nog een handig vakje om een verbandkitje en een laadkabel weg te stoppen. En in de kofferruimte zelf kan je ook nog een tas met een laadkabel gaan vastklikken.
En dat allemaal zorgt er dus voor dat deze ID.3 dus prima is voor het dagelijkse gebruik. Bij het rijden met deze ID.3 kan je kiezen uit drie verschillende rijstanden. Je hebt de eco-stand, die natuurlijk bedoeld is om zoveel mogelijk uit dat batterijpakket te halen. Je hebt de normale rijstand, die standaard geselecteerd is. En dan heb je ook nog de sportstand, waarbij dus alles op scherp komt staan. En dan heb je natuurlijk de individuele rijstand, een extraatje, waarbij je alles zelf kan gaan kiezen en aanpassen naar jouw persoonlijke voorkeur. Nu in die sportstand merk je toch dat er wel wat verandert. Het onderstel gaat in de sportstand, je hebt een iets zwaarder stuurgevoel en je krijgt ook wat meer feedback van wat er onder de wagen aan het gebeuren is. Ook merk je dat de wagen nog wat sneller reageert op het gas. En dat is iets waar elektrische wagens natuurlijk echt wel in uitblinken. Gasrespons is subliem, want die geven natuurlijk onmiddellijk hun vermogen en koppel volledig vrij. En zo krijg je toch echt wel een stevige duw. Nu, die duw komt door het feit dat dit een achterwiel aangedreven wagen is. En dat is op dynamisch vlak natuurlijk ook een grote plus. En het onderstel op zich is ook zeer fijn. Het gewicht zit laag door natuurlijk dat batterijpakket dat onder de bodem zit. En zo weet deze wagen echt wel een zeer strakke en leuke rit te bieden. Nu, de ID.3 op zich is dus een wagen die heel wat zaken weet te bieden. Hij heeft een goed rijbereik, kan verschillende batterijpakketten kiezen voor ieders wat wils. En hij is ook ruim en comfortabel. Wil je leuk rijden, kan dat ook. En zo is deze ID.3 dus echt wel een zeer interessante wagen. En zorgt het ervoor dat ik echt wel benieuwd ben naar wat die ID-familie van Volkswagen nog te bieden heeft. Wil je meer CarView, kan je steeds abonneren op dit YouTube-kanaal. En wens je een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online staat, kan je ook klikken op het belletje. Vond je deze video leuk, mag je uiteraard klikken op dat duimpje omhoog. En op de website die in de beschrijving staat, kan je steeds terecht voor onder andere gedetailleerde fotoshoots van deze testwagens. Van de meer performante wagens verschijnen ook video's van enkel het motorgeluid. En uiteraard kan je ook klikken op de vakken op je scherm voor meer video's. Alvast bedankt om te kijken. En tot de volgende keer.